Ik neem jullie mee terug naar 29 juni 2000. Ja, het is Nederland-Italië. We zijn in de Amsterdam Arena en we spelen de halve finale van het EK 2000. Nou goed. En in die ploeg van het Nederlands elftal zaten toen Jaap Stam en Arthur Newman. Nou, en die hadden een hele speciale verhouding met elkaar. Er was iets, een beetje, wat je soms op school hebt, een beetje. Zoiets kinderachtigs. Die konden elkaar niet aankijken. Als ze elkaar maar aankeken, dan schoten ze al in de lach. Newman had bijvoorbeeld ook een hele rare bijnaam voor Stam bedacht. Die noemden hem Sekte. Sekte was de naam, de bijnaam van Jaap Stam. Omdat Newman die zei, hij ziet eruit alsof hij in een sekte zit. Goed, Sekte en Newman die hadden dus een speciale relatie. Want als er dan bijvoorbeeld een bespreking was van de bondscoach, ik noem maar wat. En dan keken ze elkaar aan tijdens de bespreking en dan hadden ze het gewoon niet meer. Dan schoten ze allebei weer in de lach. En die konden elkaar gewoon niet aankijken. Nou ja, goed. Daar hadden zij dus last van. Nou, oké, die wedstrijd gaan we weer even naar terug naar Nederland-Italië. En ja, er worden strafschoppen gemist in die wedstrijd door Frank de Boer, Kluivert. Het blijft 0-0, we gaan verlengen. En er moet een strafschop worden genomen. Nou, oké, de eerste voor Nederland is Frank de Boer, die mist. En de tweede is voor Jaap Stam. Niemand heeft ooit begrepen waarom Jaap Stam op die lijst is gekomen. Waarom Jaap Stam een strafschop ging nemen. Want Jaap Stam nam nooit een strafschop. Hij was totaal geen specialist. Maar goed, maakt niet uit. Jaap die gaat daar naar die stip. En die schiet. En dat weten we allemaal nog. Die bal ging poep zo de tweede ring in. Over en hup. En nou ja, bijna Nederland al uitgeschakeld natuurlijk. Twee strafschoppen al gemist. Italië had er al twee benut. En hey, Nederland, het stadion in zak en as. Jaap Stam, die loopt dus terug vanaf het strafschopgebied naar de middencirkel. Maar Jaap heeft maar één ding in gedachten. En die denkt, oh god. Als ik maar niet in de lach schiet. Dus die komt terug bij die middencirkel. En die roept gewoon alleen maar in de richting van Arthur Newman. Niet kijken!